28 seconden. En Jan Vertonghen brengt Ajax op 1-0. En die debutant Jakob Divies. Ja, hij heeft wel een heel vervelend begin van deze wedstrijd. Dat lijkt me een understatement. Vertonghen, Ajax 1-0. Verdediging staat daar slecht georganiseerd. Tavares is de tegenstander bij Vertonghen. En tussen twee man in, ook verdediger Sugi. Centrale verdediger is daar geklopt. Dat biedt perspectief voor Ajax voor een interessante overwinning. Lat erin, maar er was ook niemand van Ajax die in de buurt was. Goeie goal, maar veel te makkelijk uitgespeeld van Slavia Praag. De eerste doelpunt in de UEFA Cup voor de Tsjechen. Ja, die op voorhand al zeiden, het belangrijkste dat we hier gaan doen is een goal maken. Het kan niet zo zijn dat we afscheid nemen uit Europa zonder doelpunt. Krajcik, Czerny. En die heeft eigenlijk de hoek voor het uitkiezen en schiet hem dan hoog onderkant lat in de goal. Naar de kans van Siem de Jong op 2-0. Zo snel gaat het, want het is de opstomen werkelijk van die krachtbron op rechts. Het zou ook een eigen goal van Vertonghen kunnen zijn. Krajcik. En dan de bal daar. Ja, wie het eerst juicht, die heeft hem. Ja, het is wel Jarolim die hem aanraakt. Oleger van der Wiel. 2-2. En de Tsjechen winnen. Maar het probleem zit hem eigenlijk al op de flank. Waar Ajax niet oplet. En ook niet voor de eerste keer. En zo is een. Met hoofdletter S. Ja. Er is een videofilm van te maken. En een Panenka brengt Ajax wel op 2-2. Het is bedrog dat een doelpunt oplevert. Luis Suarez. Specialiteit van het huis. En de goal betekent dat Ajax bij de standen nu in ieder geval tweede wordt. Hij kijkt naar de doelman. Dan loopt hij naar binnen en laat zich volkomen vallen. Ongelooflijk. Was geel en dan was hij eraf met rood. Dat was het.